Hallo mensen, welkom terug in de megablok wereld. Vorige keer hebben we natuurlijk de torch gemaakt. Die, nu ik hem terugzie, eigenlijk toch best wel goed uitziet. En ik dacht, laat ik vandaag iets met redstone gaan maken. Alleen, de meeste dingen met redstone zijn een beetje saai. En toen dacht ik, hey, de piston, die kan best leuk zijn als ik hem maak. Dat hij dus extended is. Oftewel, dat hij in de positie staat waar hij dus iets heeft gepusht. En ja, ik dacht ook van ja, ik kan wel een piston gaan maken, maar dan is het top nog niet, de bovenkant nog niet zo heel leuk of zo. Maar goed, er is natuurlijk ook een sticky piston in de game. In het echt, dus deze piston, die kan niet alleen iets duwen, maar die trekt het ook weer terug. Maar goed, ja, dat gaat die van mij niet kunnen. Maar wat die van mij wel gaat worden, is heel erg mooi. Dus laten we lekker gaan bouwen. En dan zien jullie straks weer het eindresultaat. Thank you.
Oké, dan, hij is eindelijk af. Ik wist dat het lang zou gaan duren, maar het duurde langer dan ik had gedacht. Maar goed, hij is af. En ik vind hem echt best wel heel goed geworden. Volgens mij ook omdat ik de dimensies gewoon helemaal goed heb. Zoals jullie zagen, soms vergat ik een paar dingetjes te doen. En dan kwam ik daar later op terug. Maar ik zie één punt waar ik het toch fout heb gedaan. En dat zijn die staven daar beneden. Dus dat betekent dat hij nu gewoon te hoog is. Dat vind ik echt jammer. Ik ga het toch wel aanpassen. Alleen ik ga het dus gewoon invullen met hout. Al hoort dat niet. Eigenlijk is dit dus... Eigenlijk wordt het hele ding dus te hoog. Maar ik denk dat iets... Dat je het niet echt gaat opmerken dat het te hoog is. En ja, dit vind ik toch wel meer opvallen. En die daar. Dan daar twee hout en daar spruce. Oh. En dan hier nog grijze wol. Oké, hij is dus te hoog. Dat maakt me even helemaal niks uit. Ik vind het mooi. En hiermee sluit ik de video af. Ik hoop dat jullie hem ook mooi vinden. Maar goed. Ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. Ik zie jullie weer in de volgende video. Ciao.